Jongeren in de omgeving van het jeugdcentrum kunnen vanaf vandaag weer flink gebruik maken van de toestellen in de speeltuin. De toestellen zijn door Kiwanis Club of Paramaribo Central gerenoveerd en vanmorgen officieel overhandigd aan de leiding van het centrum. De past president van Kiwanis, Kitty Derby, mocht ter afsluiting van haar fiscaal jaar 2015-2016 de oplevering van de speeltuin doen. Dit project is namelijk tijdens haar zittingsperiode uitgevoerd. Gabrielle Moncou, directrice van het jeugdcentrum, is de club erkentelijk voor dit gebaar. En dan vertellen ze over het jeugdcentrum in hun tijd. En ik weet niet of u dat hebt meegemaakt, jeugdcentrum in uw tijd. Maar het jeugdcentrum is een plek waarbij kinderen en jongeren naartoe komen om te leren, om te spelen, om te sporten. En we willen terug ook naar die periode. En de kinderen hier om ons heen, die van de buurt zijn, die worden echt aangetrokken door de mooie kleuren die we zien. En gewoon de mooie toestellen. Het was niet makkelijk. We weten in welke periode we zitten. Dus om te zeggen dat je als president een streven hebt, dat je een verlangen hebt om iets te doen, moet je natuurlijk weten dat je moet gaan fundraisen. En fundraisen nu is niet makkelijk. We hebben gelukkig een paar fundraisingsactiviteiten kunnen organiseren, waarvan overgrote deel van dit geld, de opbrengst aanwezig, gebruikt is, sorry, voor dit project. En dat was onze brunch. Maar verder wil ik ook bedanken. We hebben een brunch gehouden op 10 juli in Congreshaal. En de opbrengst daarvan is deels naar dit project gegaan en deels naar onze motivatiepakketten. Maar los van dat project hebben we ook een paar mensen benaderd, vrienden, die hun hart op de goede plek hebben en die natuurlijk ook gelijk hebben gezegd van nee, jeugdcentrum, dat is iets van, zoals de directrice het al gezegd heeft, niet van nu, we kennen het van ouds, dus we gaan sponsoren. Kitty Derby, past president Kiwanis Club of Paramaribo Central en daarvoor Gabrielle Moncou, directrice van het jeugdcentrum. Zij spraken vanmorgen bij de overhandiging van de gerenoveerde speeltuin van het jeugdcentrum.